Op dinsdag 16 april onthulde wethouder Björn Luchthart samen met initiatiefneemster Bianca Niesen de attentiepalen bij de veilig schoolzone van basisschool De Melodie. We hebben vandaag een schoolzone onthuld en dat doen we omdat wij het als gemeente Rijswijk belangrijk vinden dat kinderen veilig de weg over kunnen steken op het moment dat ze naar school gaan. En waarom heb je dit initiatief genomen voor deze schoolpalen? Omdat Rijswijksbelang, politieke partij waar ik fractieassistent van ben, veiligheid hoog in haar vaandel heeft staan, dus ook verkeersveiligheid. En het is hier al jarenlang een soort van racebaan op de Admiraal Helfrich-Singel. En aan de overkant ligt De Melodie, de basisschool. En dit zebrapad wordt heel veel gebruikt door de kinderen die aan deze kant van de wijk wonen om over te steken naar school, en dat moet op een veilige manier gaan. Ja, we zijn erg blij met het initiatief van Rijswijksbelang om aan te geven dat ook aan deze zijde van de school er signaleringsborden moesten worden geplaatst. Omdat je ziet dat de kinderen toch twee wegen oversteken. En één daarvan was deze. En daar was eigenlijk te weinig aandacht voor een veilige oversteek. Ja, klopt. Het is eigenlijk een verlenging van de eerste schoolzone. En het verzoek heb ik bij de wethouder ingediend. En hij heeft dat gelijk opgepakt door deze attentiepalen te bestellen en hier te laten plaatsen. Dus daar zijn we hartstikke blij mee.